Hallo, welkom in Ela Bar. Vandaag gaan we de red cabbage maken. Ten eerste gaan we ijs in de shaker doen. De tin gaat er bovenop, zodat je een makkelijke werkhoogte hebt. Dan nemen we de smeed jenever, 40 ml. Vervolgens gaan we rode vermoed nemen. Daarvan gaan we 20 ml gebruiken. Dan komt de schwup. De schwup is eigenlijk op basis van frambozen, braambessen, rode kool, balsamico en rode wijnazijn. Hiervan nemen we 25 ml. Dan gaan we nog eens 25 ml citroensap nemen. Die is alvast geperst. En dan gaan we hem shaken. Dan tikken we hem los en dan kunnen we hem ingieten. En dan als garnering gaan we een mooi uitgesneden stukje rode kool nemen. De inspiratie van de cocktail heb ik eigenlijk gekregen bij mijn zus op de bank. We waren rode kool aan het eten met aardappel en vlees. En op een gegeven moment kreeg ik dan het idee om die rode kool een beetje te combineren samen met balsamico, rode wijnazijn. Dus voor het acide te krijgen. En toch om hem zoet en lekker fruitig te maken, heb ik de braambessen en de frambozen erbij gegaan. En dat is de red cabbage. Alsjeblieft.